Hierbij open ik deze academische zitting, waarin Muntje de Boer het academisch proefschrift getiteld Anaplastic Large Cell Lymphoma in the Breast in Women with Breast Implants in het openbaar zal verdedigen. Mag ik u vragen een samenvatting te geven van uw proefschrift? Heer de voorzitter, dank u wel. Geachte promotoren, geachte co-promotor, leden van de oppositie en allerliefste vrienden, familie en collega's die vandaag hier aanwezig zijn, maar ook de mensen die via de livestream meevolgen. Ik ga vandaag mijn proefschrift hopen te verdedigen en in de komende 15 minuten uitleggen wat voor onderzoek ik de afgelopen jaren heb gedaan. Ik heb namelijk onderzoek gedaan naar grootcellig anaplastisch T-cel lymfoom in de borst. Dat is een zeldzame vorm van lymfeklierkanker die kan voorkomen bij borstprotheses. Ik zal jullie uitleggen wat het precies is. Vrouwen die krijgen in Nederland, maar ook wereldwijd, een borstprothese voor cosmetische redenen, voor reconstructieve redenen, bijvoorbeeld als de vrouw wegens borstkanker de borst moet laten verwijderen, maar ook als ze preventief de borst laat verwijderen, als ze een erfelijk verhoogd risico heeft op borstkanker, en transgender vrouwen in een transitietraject. En bij al die vrouwen ontstaat, als de borstprothese ingebracht wordt, als een soort natuurlijke reactie van het lichaam, een kapsel om de prothese. Dat is een natuurlijke reactie op het vreemde lichaam wat ingebracht wordt. En als we het dan hebben over ALCL in de borst, dat is dus die vorm van lymfeklierkanker, eigenlijk een vorm van kanker van de afweercellen is, dan ontstaat er tussen prothese en het kapsel vocht waarin die lymfeklierkankercellen zich ontwikkelen, of er ontstaat in het kapsel een knobbeltje wat de tumor is, wat te voelen is, waar ook de tumorcellen in zitten. En dan presenteert de patiënt zich dus met een borst die plotseling groter wordt of met een te voelen knobbeltje. En dat is gemiddeld genomen zo'n 10 jaar nadat de prothese is ingebracht. Nou, u kunt zich natuurlijk voorstellen dat dat nogal het een en ander teweeg brengt. Zowel in de media, maar met name bij vrouwen die een borstprothese hebben of overwegen. En het is heel belangrijk om die vrouwen goed te kunnen voorlichten over hun risico, over risicofactoren en over hoe je het bijvoorbeeld moet behandelen. Maar op het moment dat dit, laten we zeggen, zo'n 6 tot 8 jaar geleden in het nieuws kwam, toen was er eigenlijk nog heel erg weinig bekend. De aanwezige literatuur die er was, dat waren eigenlijk alleen maar afzonderlijke case-series waaruit geen duidelijke risicoberekeningen of risicofactoren af te leiden waren. En u kunt zich voorstellen dat de patiënt vragen heeft zoals, is mijn borstprothese nog wel veilig? Of als je een borstprothese overweegt, wat moet ik doen? Wat zijn precies mijn risico's en wat zijn risicofactoren? De arts, die vraagt zich natuurlijk af, hoe kan ik dit herkennen en hoe moet ik het behandelen? En de toezichthouder, die wil weten, hoeveel van deze gevallen zijn er nou jaarlijks? En is het misschien geassocieerd met een of ander borstprothese? Dus dat is ook waar mijn proefschrift, waar mijn promotieonderzoek, waar ons onderzoek is begonnen. En waar de vragen beginnen die we ons hebben gesteld. Namelijk, wat is nou precies dat risico op ALCL? En daar hangt automatisch mee samen, hoeveel vrouwen hebben een borstprothese? Zijn er risicofactoren? En wat is de diagnostiek, wat is de behandeling en de uitkomst? Is ALCL in de borst bij een borstprothese een aparte ziekte? En wat zijn nou de toekomstige opties voor opsporing en registratie? Nou, we zijn begonnen bij die eerste vraag. En wat we hebben gedaan is in PALGA gekeken. PALGA, dat is de landelijke patologiedatabase die sinds 1990 bestaat. En waarin, laten we zeggen, bijvoorbeeld elke moedervlek die wordt weggehaald, elk uitstrijkje, elke galblaas die wordt verwijderd, wordt opgeslagen. Maar dus ook elke lymfeklierkanker in de borst. Dus ook die ALCL in de borst, maar ook andere soorten kanker, lymfeklierkanker in de borst. Die hebben we allemaal tussen 1990 en 2016 in kaart gebracht. En we hebben gekeken of die vrouwen een borstprothese hadden, ja of nee. En toen kwam daaruit dat als een vrouw een borstprothese heeft, dat zij een 400 keer hogere kans heeft op het krijgen van ALCL in de borst dan wanneer je geen borstprothese hebt. Dus je moet dit eigenlijk vergelijken met stel je rookt, of stel een patiënt rookt, dan heeft hij een 100 keer hogere kans op het krijgen van longkanker dan wanneer hij niet rookt. Maar die 100 keer hogere kans bij longkanker, of in het geval van mijn promotieonderzoek, die 400 keer hogere kans als je een borstprothese hebt, die zegt natuurlijk niks over het risico van de afzonderlijke vrouw op het krijgen van dit. Om dat te berekenen moet je kijken naar allereerst hoeveel vrouwen hebben nou ALCL bij een borstprothese gekregen. Maar je moet ook weten hoeveel vrouwen überhaupt een borstprothese hebben. Want dan weet je de teller en de noemer en dan kun je het risico uitrekenen. Dus dat hebben we gedaan. Eerst
weer even terug naar die pathologie-database, waarin we dus al die gevallen hebben opgespoord. U ziet hier een tabel van hoeveel dat er per jaar waren. Inmiddels zijn het er 80, maar ten tijde van mijn onderzoek waren het er 32. Dus dat was het eerste gedeelte van de rekensom. En het andere gedeelte van de rekensom was kijken hoeveel vrouwen hebben nou die borstprothese. Nou, dat was nog niet zo eenvoudig, want sinds 1965, toen borstprotheses, het is begonnen met borstprotheses inbrengen, is dat niet door de overheid of door een registratiesysteem bijgehouden. Verkoopcijfers zijn niet betrouwbaar, omdat een vrouw soms één prothese krijgt of soms twee. En bepaalde borstprothesemerken van de markt zijn afgegaan en weer op de markt zijn gekomen. En die registratie is niet meer up-to-date, is ook niet meer bijgehouden. En hetzelfde geldt voor dat in ziekenhuizen het nog eigenlijk wel goed is bijgehouden, maar dat in private klinieken, waarin dit toch veel gedaan wordt, daar geldt hetzelfde voor. Dat is ook een beetje een komen en gaan geweest van klinieken. Dus oftewel, dat was eigenlijk helemaal niet duidelijk. Dus hebben wij een unieke methode bedacht om te kijken hoe we dat konden doen. En we hebben gekeken naar borstkas-röntgenfoto's van vrouwen. Dat hebben we gedaan in twee grote regionale ziekenhuizen in Nederland, in Oost en in Zuid. In totaal dus 3000 röntgenfoto's bekeken. En hebben we gekeken of daar een borstprothese op te zien was. En zoals u hier op de foto ziet, ziet u dus die borstprothese zitten met de pijltjes aangegeven. En vervolgens hebben we met hulp van cijfers uit het bevolkingsonderzoek Nederland van borstkanker, waar ze er wel bijhouden hoe regionaal die cijfers zijn, dus met het noorden en centraal en het westen, hebben we dat gecombineerd tot één landelijk cijfer. En daar kwam uit dat 1 op de 30 vrouwen in Nederland een borstprothese heeft. Oftewel 3%. Dus dat betekent dat ongeveer 200.000 tot 300.000 vrouwen in Nederland een borstprothese hebben of hebben gehad. Terug naar de rekensom. Want nu konden we dus berekenen wat het risico was. En daar kwam uit dat een vrouw met een borstprothese een kans van 1 op 7.000 heeft voordat zij het 75ste levensjaar bereikt om ALCL in de borst te ontwikkelen. Altijd dus nog best wel een heel zeldzame kans op een zeldzame complicatie. Nou, vervolgens hebben we ook gekeken naar risicofactoren. De eerste risicofactor waar we naar hebben gekeken is of het type borstprothese nou uitmaakt. Dit werd eigenlijk weer bemoeilijkt door wat ik zo net al uitlegde, namelijk dat er geen echt goede registratie is geweest. Dus konden we daar geen duidelijke risicoberekening over maken. Maar omdat we wel een trend zagen dat bij ongeveer 2/3 van onze patiënten... We zagen een trend dat ongeveer 2/3 van onze vrouwen toch een bepaald type prothese had met een geruwd oppervlak. En dit is een bevinding die eigenlijk ook in andere landen, zoals Amerika, in de EU en ook Australië is gedaan. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid, dat is besloten om in 2019 dit type borstprothese niet meer te gebruiken. Een andere risicofactor waar we naar hebben gekeken is of een erfelijk verhoogde kans op borstkanker nou een risicofactor is voor het krijgen van ALCL in de borst. Want het viel ons op dat we relatief veel vrouwen met zo'n erfelijk verhoogde kans in onze groep zagen. U weet al, die vrouwen die een erfelijk verhoogde kans hadden op borstkanker en preventief hun borst laten verwijderen en dan een prothese als reconstructie nemen. Dit hebben we wederom met een nette epidemiologische studie bekeken. En toen kwam er uit dat voor deze vrouwen, die dus een erfelijk verhoogd risico hebben, de kans 1 op 1500 is, vergeleken met 1 op 7000 of 1 op 7500. Nou is het naar onze mening heel belangrijk om te zeggen dat deze resultaten nog niet bevestigd zijn in andere groepen of in andere landen. En dat het daarom niet mogelijk is om hier nu al sterke conclusies aan te verbinden. Het moet eerst echt bevestigd worden en heronderzocht worden. Maar als overweging zou je bij deze vrouwen wel kunnen kijken of die vrouwen niet liever een borstreconstructie met eigen weefsel in plaats van een prothese willen. Nou, vervolgens hebben we ook gekeken naar de diagnostiek. Want doordat het voor artsen, maar ook radiologen steeds meer bekend werd dat deze ziekteentiteit bestond, is het goed mogelijk om het vocht aan te prikken of de tumor aan te prikken en dan onder de microscoop diagnostisch onderzoek te doen om de diagnose te stellen en om soms aanvullend genetisch onderzoek te doen. En vervolgens hebben we qua behandeling gezien dat als de vrouw zich dus presenteert met ALCL in de borst, bij die borstprothese, en het zit niet bijvoorbeeld in de lymfeklieren of het is uitgezaaid ergens anders naartoe, dat het verwijderen van de prothese en het verwijderen van de kapsel in 90% van de gevallen tot volledige genezing leidt. Maar er is een kleine groep waarbij aanvullende behandeling zoals chemotherapie wel nodig is. Dan is de volgende vraag of ALCL in de borst bij borstprothese een aparte ziekte is. Want zoals ik zo net al vertelde, gedraagt de ziekte zich eigenlijk dus niet heel erg agressief. En we wilden ALCL in de borst vergelijken met andere soorten ALCL. Dat is dus die lymfeklierkanker of die kanker van die afweercellen. Die kan ook elders in het lichaam voorkomen.
En we hebben gekeken of dat anders was. Zoals u wellicht weet, ontstaat kanker door afwijkingen in het DNA. En we hebben dus het DNA onderzocht van aalscellen aan de borst en dat vergeleken met andere typen. En wat we daarin zagen, is dat chromosoom 20 karakteristiek veranderd is bij aalscellen aan de borst bij borstprotheses, als je het vergelijkt met andere types. En voor ons was het toch meer en meer een reden om te zeggen dat je het mag aannemen dat het een aparte ziekteentiteit is. Dan de laatste vraag, de opties voor toekomstige registratie en opsporing. Want dit is natuurlijk iets wat belangrijk is en wat we in de toekomst willen weten. Hoeveel gevallen zijn er, hoeveel komen er jaarlijks bij en met wat voor borstprotheses zijn die bijvoorbeeld geassocieerd of wat zijn andere risicofactoren. Dus wat we hebben gedaan is weer die PALGA-database waar ik u over vertelde, gebruikt. En die hebben we vergeleken met de Dutch Breast Implant Registry. Dat is een borstimplantaatregister in Nederland dat sinds 2015 bestaat. En waarin alle vrouwen worden geregistreerd die een borstprothese krijgen. Maar ook alle vrouwen worden geregistreerd bij wie de borstprothese wordt verwijderd. En om welke reden die wordt verwijderd. Vervolgens hebben we gekeken, hebben die in de eerste 2 jaren dat die database draaide, vergeleken met PALGA qua registratie. En toen zagen we dat het al zo'n 70% tot 100% van de gevallen registreert. Maar nog belangrijker, we zagen dat die beide databases eigenlijk overlappen. Dus op patiëntniveau leveren ze complementaire data aan, waardoor we verwachten in de toekomst op patiëntniveau en iets over de borstprothese te kunnen weten, maar ook iets over bijvoorbeeld de tumorkenmerken, zonder dat we terug moeten naar het dossier van de patiënt in het ziekenhuis. Dus samengevat zijn de conclusies in mijn proefschrift dat 3% van de vrouwen een borstprothese heeft, dat het risico voor ALCL in de borst tot het 75ste levensjaar 1 op 7000 is. Dat 90% van de vrouwen volledig kan genezen als de ziekte in een vroeg stadium wordt ontdekt. Dat het onze mening is dat het aan te merken is als een aparte ziekte. En dat wat mij betreft ook registratie de toekomst is voor deze ziekte. Als we dan kijken naar als laatste dia wat de impact is van de onderzoeksresultaten en hoe dit vertaald kan worden naar de praktijk, dan kunnen we nu in ieder geval aan de patiënt vertellen wat de risico's zijn en wat de risicofactoren zijn, waar ze bedacht op moeten zijn en wat de behandeling is. Dat heeft er ook toe geleid dat het ministerie van VWS in 2019-2020 een bewustzijnscampagne heeft gestart in vrouwenbladen om vrouwen toch bewust te maken van die symptomen, zoals ik vertelde. Dus een borst die plotseling opzwelt of een knobbeltje wat te voelen is. Voor artsen hebben we in ieder geval als resultaten gehad dat we voor de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie een algoritme hebben op kunnen stellen wat helpt bij de diagnose en bij de behandeling. En zijn er ook in het Debier aanpassingen gedaan om de registratie wat te vergemakkelijken. En als laatste hebben onze resultaten zijn die meegenomen in het beleid wat de inspectie in Nederland samen met het RIVM en het ministerie maakt. Maar ook op Europees niveau in verschillende rapporten. Dan wil ik u danken voor uw aandacht en dan geef ik het woord terug aan de voorzitter. Dank u wel voor deze heldere presentatie. In een enorm tempo hebt u dat afgelegd. Was het te snel? De oppositie zal worden geopend door professor Tjan Heijnen, hoogleraar interne geneeskunde en bijzondere medische oncologie en was voorzitter van de beoordelingscommissie. Dank u wel, meneer de prorector. Achter mevrouw de promovendus. Ik wil u allereerst complimenteren met de gedegen onderzoek. Want dat heeft tot een enorm boekwerk geleid. Wat mij vooral opviel, was dat er vanuit heel veel kanten de onderzoek werd belicht. Voor een galm, dus dat is misschien wat lastig te horen. Langzaam proberen te praten. De beoordelingscommissie gaf daarbij ook aan dat ze dat zo interessant vond dat u het van zoveel kanten had belicht. Dat blijkt ook uit uw presentatie van net. Bij mijn complimenten en felicitaties wil ik ook graag uw promotieteam betrekken. Waar ik het met u over wil hebben is de media-aandacht. Daar zou ik eigenlijk mee willen beginnen. En daar zou ik een van uw paranymfen willen vragen om uw 5e stelling voor te willen lezen. De media zouden zich bij berichtgeving over borstprothese moeten baseren op gepubliceerde peer-reviewed wetenschappelijke gegevens in plaats van op klachten van afzonderlijke vrouwen
om zo in de juiste context nieuws te presenteren en onnodig onrust te voorkomen. Dank u wel. Hoe verliep het dan precies? Zou ik dat nog wat kunnen toelichten? Dus welke klachten waren er precies geuit door die patiënt of patiënten die als eerst vaak noemt? En daarop aansluitend, hoe had het voorkomen kunnen worden? Hooggeleerde opponent, hartelijk dank voor uw felicitaties en voor uw vraag. In die stelling refereer ik naar vrouwen met klachten bij borstprotheses. En die klachten, dat is eigenlijk niet volledig een onderdeel van mijn proefschrift, hè, want dan heb je het over breast implant illness bijvoorbeeld. En dat zijn vrouwen die aangeven dat ze vermoeidheidsklachten, spierpijnklachten, een soort reumatisch-achtige klachten hebben, terwijl ze ook borstprotheses hebben. Dat is wel iets anders dan waar ik in mijn proefschrift onderzoek naar heb gedaan. Hè, want ik heb onderzoek gedaan naar een lymfoom, een alcel in de borst, lymfeklierkanker. Wat belangrijk is om daarover te zeggen, is dat, en ik heb dat ook gemerkt in die 5-6 jaar dat ik onderzoek heb gedaan aan dit onderwerp, dat, dat de media heel erg wil chargeren in dit onderwerp. Hè, dat de aandacht die wordt gegeven als een journalist een artikel schrijft, altijd heel erg toegespitst is op die ene patiënt of op die paar dingen die er zijn. En dat moet denk ik ook om een artikel aantrekkelijk te maken, zodat mensen dat lezen. En je wilt ook dat, denk ik, als journalist wel ook dat mensen dat lezen. Maar wat belangrijk is, is denk ik dat als er een bericht wordt geschreven over borstprotheses, en ik heb toevallig afgelopen week mogen meemaken met een stuk in de NRC, is dat het in een juiste context wordt geplaatst, omdat er ook heel veel vrouwen zijn die een borstprothese hebben. En dat is ook iets wat wij, ik als plastisch chirurg in opleiding, maar ook mijn collega's wekelijks zien op de poli. Vrouwen met een borstprothese voor een reconstructie of voor een cosmetische reden, die heel tevreden zijn met hun prothese en die geen klachten hebben, maar door zulke mediaberichten eigenlijk heel erg ongerust worden. Nou, misschien dat is niet fijn als een vrouw. Ja, misschien mag ik daar dan op inhaken. Sorry dat ik u onderbreek. Hoe zou het dan kunnen veranderen? Want ik snap dus die strekking wat u zegt. Hè? Het was van deel gekoppeld aan andere vragen van de patiënt. Maar zou je dus ook als arts een andere strategie moeten voeren? Dus moet je meer aandacht geven aan communicatie met de media? Worden we daar voldoende in getraind? En laten we patiënten die tevreden zijn voldoende aan het woord? Dat is een hele goede opmerking die u maakt, denk ik. Want ik denk inderdaad, in als je zo'n stuk schrijft, dat je heel goed moet uitleggen wat het precies inhoudt. En daar echt de duidelijke informatie over moet verschaffen. En als je dat te veel chargeert, dan krijg je daarmee niet de juiste toon die in een artikel aangeslagen wordt. Want het is wel heel belangrijk om die vrouwen voor te lichten. Vrouwen moeten wel weten dat zeldzame complicaties als dit bestaat. Maar het is belangrijk om dat ook in de context te presenteren van wat is het risico. Hoe zijn de kansen als je dit krijgt? En wat zijn de uitkomsten? En waar moet je vooral op letten? En ook bijvoorbeeld aangeven waarom we bijvoorbeeld niet zeggen dat borstprotheses onveilig zijn. Omdat ook heel veel vrouwen dus een gezondheidsvoordeel ermee hebben. Er blij mee zijn. En dat het uithalen bijvoorbeeld van een prothese ook risico's met zich meebrengt. Die misschien wel veel groter zijn dan het risico op deze zeldzame complicatie. Ja, dank u wel. Kan het ook zo zijn dat deze media-aandacht tot iets positiefs heeft geleid? En dat denk ik met name met als bruggetje naar de registratie. Ik denk zeker doordat iets media-aandacht krijgt, dat het op de agenda komt. Hè? Dus ook bijvoorbeeld bij de politiek, maar inderdaad ook de chirurgische registratie. Hè? Waardoor je daar veel meer een platform voor krijgt. Dus dat is op zich goed, hè? Want door die aandacht hebben wij ook meer aandacht gekregen. En heeft bijvoorbeeld het ministerie van VWS ons wel toegezegd om gelden te krijgen om onderzoek te doen. Hè? Want dit onderzoek was allemaal ongefinancierd en onafhankelijk. Dus dat is op zich goed. Maar het is wel belangrijk dat die aandacht in een juiste toonaard wordt gebracht. En dat is, heb ik gemerkt, toch wel iets waar nog aan gewerkt moet worden. Maar ik denk dat dat kan door met de journalist in gesprek te gaan en proberen het verhaal echt duidelijk te vertellen. En daar ligt voor ons ook een kans, denk ik, ja. Ik heb nog een laatste vraag. U noemde net de koppeling van de registratie met Palga.
hebt u dan heel specifieke vragen voor Palka? Of zegt u nee, wij koppelen gewoon alles op in de toekomst? Om muziek te beelden die we misschien nog niet zo hebben opgemerkt, die misschien niet zo lokaal direct aan elkaar gekoppeld zijn, op te sporen. Door te kijken of er vaker een registratie in Palka is dan u zou verwachten. Een beetje moeilijk om die vraag te begrijpen. Bedoelt u dat, dat er andere lymfomen of andere maligniteiten in Palga gevonden worden? Ja, op dit moment heeft onze search zich natuurlijk alleen toegespitst op ALCL in de borst en andere soorten hematologische maligniteiten. Hè, dus grootcellig diffuus B-cellymfoom en dergelijke. Je kunt in Palga natuurlijk ook zoeken naar borstprothese, op het woord borstprothese zoeken en dan kijken of je daaraan gelieerd afwijkingen ziet. Dat hebben we wel gedaan, daar kwam op dat moment niet echt iets uit. Maar dat is natuurlijk wel iets wat je in de toekomst kunt doen. Wat wij in onze case control studie ook hebben gedaan is wat ik dus al zei, anderen kijken naar die andere hematologische maligniteiten. Nou, we vonden er in die tijd maar eentje, hè. Dat is waar het risico van 400 op vandaan kwam. We hebben wel in de afgelopen 5-6 jaar gezien dat er inmiddels wel 3-4 zijn bijgekomen van een ander type maligniteit. Dus dat is goed om dat te vervolgen en te kijken of daar iets bij uitkomt. Ja. Ja, ik ben heel tevreden over uw antwoorden. Ik geef graag het woord terug aan meneer de prorector. Dank u wel. Dank u wel. De oppositie zal worden voortgezet door professor Mureau, hoogleraar Oncologische Reconstructieve Chirurgie aan het Erasmus MC. Welkom in Maastricht. Ja, dank u wel. Het is mij een genoegen. Mevrouw de promovendus, van harte gefeliciteerd met het bijzonder mooi vormgegeven boekje. Maar dat is niet alleen mooi vormgegeven. Ook de inhoud bevalt mij uitermate, is van hoge kwaliteit. En daar wil ik u mee feliciteren. En natuurlijk ook uw promotieteam. Want het is toch echt een prestatie. Maar nu dan toch de oppositie. Ik wil het dus met u gaan hebben over opmerkingen die u maakt in uw antwoord op een ingezonden brief. Naar aanleiding van uw stuk in hoofdstuk 3 op pagina 71. Daar gaat u eigenlijk in op het relatieve risico, hè, dat 421 keer is om een ACL te krijgen. En dat eigenlijk een reden is om naar alternatieve borstreconstructiemethoden te zoeken. Of die zijn er eigenlijk al, om daar meer op te gaan sturen. En dan zegt hij van ja, we zouden eigenlijk toch vaker autologe of lichaams-eigen reconstructies moeten gaan doen, want dat is in uw ogen de veiligste optie. Ja. En dat triggerde mij toch een beetje. Ik ben, zoals u weet, microchirurg en doe wekelijks van deze reconstructies, maar toch ben ik het hier niet mee eens. Nee. En waarom niet? Omdat we weten dat autologe borstreconstructies, dat is een grote operatie, het duurt 6 uur voor 1 borst en 10 uur voor 2 borsten, tot 30-40% van de gevallen tot een complicatie leidt. Ja. Ook in Maastricht. en dat veel van die vrouwen met een buik borstreconstructie, een dieplap, die krijgen betrekkelijk veel krijgen een longembolie. 2,5-3,5%. Dat hebben we ook samen met Maastricht en Rotterdam uitgezocht. Mm-hmm. En een longembolie is een potentieel dodelijke complicatie. Daar kan je aan doodgaan. En nou stel ik dus dat de kans dat je doodgaat aan een longembolie na een dieplap groter is dan de kans dat je doodgaat aan een ALCL na een protheseborstreconstructie. Wat vindt u daarvan? Daar kan ik het denk ik alleen maar mee eens zijn als u dat zegt. Want, Ja. We zijn snel uitgepraat. Want de kans om te overlijden aan ALCL, dat is wat u zei, hè? Ja. Ja, we hebben in ons cohort hebben gezien dat 2 van de patiënten is overleden, van de inmiddels 80 die er zijn. Met het risico van 1 op 7000 is dat natuurlijk enorm zeldzaam. Dus om dan ook nog te overlijden, kan ik niet zo berekenen. Mijn hoofdrekening is ook niet zo goed, maar is veel kleiner dan die kans om te overlijden op een longembolie. Maar dan klopt het eigenlijk niet wat u zegt in uw antwoord. Ja. Oké, dan zijn we het daarover eens. Nou, ik wil eigenlijk nog wel daarop inhaken als het mag. Want in het kader van een borstprothese is een autologe reconstructie, als een vrouw die risico's wil vermijden van ALCL in de borst of andere klachten die worden beschreven bij borstprotheses, als je dat risico wilt vermijden, dan is het ondergaan van een autologe reconstructie met behulp van de vrije labtransplantatie waarover u sprak, of lipofilling,
natuurlijk wel een goede optie. Want dan hebben die vrouwen niet meer in hun hoofd, of die zijn niet meer blootgesteld aan dat risico, eventuele hele kleine risico op ASVL. Ja, maar ze worden dus blootgesteld aan andere risico's. Precies, waar, ja, precies. Denk ik, hè, want u zegt op bladzijde 72 van, u moet die vrouwen die protheses overwegen goed voorlichten over de voor- en nadelen. Ja. Ja, dank je de koekoek. Dat is de wet, hè, dat moeten we altijd. Ja. Dat moeten we ook bij die autologen dus. Ja. En ik vraag me dus af of dat dan allemaal wel goed gebeurt. En dan, u zegt dan, ja, no need for panic. Maar met u, hè, om dus af te gaan dwalen van prothesereconstructies, hè, als een soort paniekmaatregel, van dat moeten we niet meer doen. En dan zegt u van, ja, dan moet je autoloog doen, want dat is het veiligste. Ja. Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet zo. Nee. Dus dat is ook een uiting van panic eigenlijk in mijn ogen. Ja. En dat is dus lastig. Het andere is, u zei het net ook in het praatje bij die vrouwen met een BRCA-genmutatie, die hebben dan nog een 5 keer zo hoge kans. En waarom, weten we eigenlijk helemaal niet, maar dat, misschien dat dat nog zo aan bod komt. Dus daar moeten we juist nog meer sturen op alternatieven. Maar ja, de waarheid is eigenlijk dat dit zijn vaak hele jonge vrouwen. Mm-hmm. En die hebben, het gaat om 2 borsten. En vaak zijn die ook heel slank. Ja. En er is helemaal geen weefsel om... Nee. Andere, hè? Dus de alternatieven zijn voor deze, dat is eigenlijk toch een beetje treurig, dat zij eigenlijk aangewezen zijn met die borstprotheses. Ja. Hoe moeten we hier nou mee omgaan? Wat vindt u daarvan? Ja, nou dat is een hele goede vraag die u stelt, hoogleraar opponent, dank u wel. Dat is ook een situatie die in de praktijk natuurlijk hartstikke vaak voorkomt. En ik denk dat dat is wat ons vak mooi maakt, maar ook tegelijkertijd wat ons vak moeilijk maakt. Je moet duidelijk aan die vrouwen uitleggen wat het risico, wat de voor- en de nadelen van beide methoden zijn. En dat moet je ze op een rustige manier, op een duidelijke manier uitleggen. En zij moeten vervolgens ook, je moet vervolgens ook kijken dat je bij die vrouw loskrijgt. Wat beweegt haar nou in haar beslissvorming? Wat is voor haar belangrijk? Dat is voor elke patiënt anders. Hè? Het is eigenlijk altijd een patient-tailored approach die je moet aanhouden. Maar ik denk wel, doordat je dat aan vrouwen kunt uitleggen, dat beide opties voordelen en nadelen en dus risico's hebben, dan kun je wel tot een goed besluit komen. En dan kunnen vrouwen, naar mijn mening, vind ik ook nog steeds heel goed kiezen voor een borstprothese. Als ze de risico's kennen, dus je hebt het erover voorgelicht, het zijn natuurlijk nog steeds kleine risico's, dan is het naar mijn mening ook hartstikke goed als die vrouwen daarvoor kiezen. En dan hoeft die autologe reconstructie niet altijd gedaan te worden. Maar het is wel iets wat in overweging meegenomen moet worden voor die vrouwen, denk ik. Helemaal mee eens. Ik ben tevreden met uw antwoord en ik geef het woord graag terug aan meneer De Prorek. Dank u wel. De oppositie zal worden voortgezet door professor Kiemenij, hoogleraar epidemiologie en Radboud UMC en lid van de beoordelingscommissie. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ook ik wil u graag complimenteren met uw werk. Ik vond het uitermate leuk om te lezen. Interessant onderwerp. Graag wil ik die complimenten ook overbrengen aan uw begeleiders uiteraard. Ik wil nog graag even doorgaan op de vorige vragen en u om een advies vragen. Ik weet dat het niet het onderwerp is geweest van uw proefschrift, maar u bent wel een expert. Ik heb een dochter, die is 32 nu en die heeft het al sinds haar puberteit over borstimplantaten, want ze heeft nauwelijks borstvorming. Nu zegt u natuurlijk in de vorige antwoorden die u al gaf, maar ook op bladzijde 72 van uw proefschrift zegt u dat nog een keer. Je moet die voor- en die nadelen, die moet je goed met zo'n iemand bespreken om tot een keuze te komen. Doen we dat nu of doen we dat niet? U spreekt echter in heel uw proefschrift over het gebrek aan informatie. Er is bijna niks bekend. Er zijn geen risico's bekend op dit of dat. En alle studies die mankeren het een en het ander. En ze zijn te klein en ze zijn inconsistent enzovoort enzovoort. Een advies. Moet mijn dochter nu zeggen van, ja, als er allemaal zoveel onduidelijk is, dan moet ik er maar überhaupt niet aan beginnen? Of moet ze zeggen van, nou, er zijn al zoveel borstimplantaten gedaan. Als het nu nog steeds allemaal niet duidelijk is, dan zal het allemaal wel meevallen. Hooggeleerde opponent, dank u wel voor uw felicitaties en voor uw vraag. Het kiezen voor een optie voor, in het geval van dochter dan, voor een cosmetische borstvergroting, is altijd een keuze die de patiënt zelf maakt. En zoals ik bij de vorige vraag ook al zei, het is belangrijk om de patiënt dus de informatie te geven die voorhanden is. Dus ook de informatie die in mijn proefschrift staat. En daar hoort dus opnieuw bij, hè, dat er
een vrouw een gezondheidsvoordeel heeft te winnen bij een borstprothese. Want als je voor een borstprothese kiest, dan weet je wel duidelijk waar je aan toe bent. Het is een operatie die je maar één keer hoeft te ondergaan. Je weet, als het er zo gaat uitzien, dan is het zo. En je moet vrouwen dan voorlichten over wat ik in mijn proefschrift heb gevonden natuurlijk. En als je kijkt naar autologe reconstructie, dan moet je dus ook vrouwen vertellen wat daar de voordelen en de nadelen van zijn. Dus soms moet je meerdere keren geopereerd worden, soms zijn er wat meer complicaties. Soms, nee, dat is gewoon evident, daar ben ik met mijn andere opponent eens. Dus die complicaties die kunnen wat groter zijn. Maar het blijft ook altijd een keuze van de patiënt zelf. En de output, de impact van mijn proefschrift is geweest... Het is dus eigenlijk een beetje een blinde keuze, begrijp ik wel. Want de informatie is allemaal niet zo helder over die voor- en die nadelen. Misschien mag ik daar dan meteen op ingaan. Want u zegt, dan moet ook de informatie gegeven worden uit mijn proefschrift. Dat vraag ik me af, eerlijk gezegd. Want volgens mij klopt die informatie niet helemaal. Ik wil u een beetje uitdagen, natuurlijk. In hoofdstuk 3 heeft u een van de belangrijkste onderzoeken gedaan... En dat onderzoek gaat over de schatting van het relatieve risico op het krijgen van ALCL. Net daarvoor heeft u in hoofdstuk 2 een hele nieuwe en innovatieve methode gedaan om de prevalentie van borstimplantaten te schatten. En u kwam op 3%. En nu gaat u naar hoofdstuk 3. En dan zou ik denken, oké, dan gebruik je die 3% als de referent, als de referentiewaarde. Maar dat doet u niet. Maar dan gaat u in één keer naar een groep andere borstkankerpatiënten of borstlymfoompatiënten. En dan komt u met een prevalentie, een hele andere prevalentie uit van borstimplantaten bij die groep. Waarom heeft u nou niet die 3% gebruikt? En dan komt u helemaal niet op 422 als odds ratio. Dan komt u uit op een odds ratio van 94. Dat is nog steeds wel hoog, maar veel minder extreem. Even kijken, we hebben in die case control studie, want ik moet nu een aantal vragen beantwoorden, maar we hebben in die case control studie controles gekozen op basis van overeenkomstige risicofactoren. Het was ons idee dat andere type maligne lymfomen een overeenkomstig risicoprofiel hadden, los van die borstprothese, maar dat het daarom wel als goede referentiegroep zou dienen. En we zouden bij vrouwen die een maligniteit in de borst krijgen... goed kunnen uitvragen aan de klinicus of ze wel of niet een borstprothese zou moeten hebben gehad. Want die informatie die zou voorhanden zijn moeten geweest. En dan klopt het dat we bij die 146 vrouwen maar op één vrouw met een borstprothese uitkwamen. Dat zijn denk ik verschillende redenen voor. Het zijn vrouwen die bijvoorbeeld in het verleden een borstprothese hebben gehad. En dan kan het zijn dat die prevalentie daar nog niet zo hoog is. En vervolgens reken je daar het relatieve risico mee uit. Die 90 die u noemt, die zit in het betrouwbaarheidsinterval van die 400, namelijk 50 tot 2000. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat niet over het betrouwbaarheidsinterval vallen of niet. Het gaat over, heeft u wel de correcte controlegroep gebruikt? En u wilt, denk ik, de prevalentie schatten in de populatie waaruit deze ALCL-patiënten komen. En die populatie, dat is de gewone vrouwelijke populatie. Want er is weinig reden om te denken waarom dat die vrouwen met een lymfoom in de borst, een ander lymfoom in de borst, waarom dat die prevalentie van implantaten veel lager zou zijn dan in een normale populatie. Ja, dus u heeft gewoon een verkeerde controlegroep gebruikt, volgens mij. Dat is natuurlijk uw mening. Als ik dan kijk naar hoe de situatie nu is, hè, want ik heb natuurlijk die PALGA-database niet na 2016 stopgezet en ik heb gekeken naar hoe dat tegenwoordig is. En er zijn inmiddels 80 gevallen meer bijgekomen. Maar inmiddels zijn er ook een aantal, toch zo'n 6, 7, 8 patiënten misschien wel, bijgekomen met een ander type lymfoom die wel een borstprothese hebben. Dus als ik de studie nu zou herhalen, dan kom ik misschien wel uit op ongeveer hetzelfde odds ratio. Maar dan heb ik wel ook een hogere prevalentie met het aantal vrouwen met borstprothese met een lymfoom. En dan zul je zien dat het betrouwbaarheidsinterval nauwer wordt en dat het odds ratio misschien iets verandert. Maar dat het altijd nog in de grootte blijft van dat het wel een duidelijk verhoogd risico is van een borstprothese of het niet hebben van een borstprothese op het krijgen van ALCL. Dan denk ik dat je toch voldoet met een goede controlegroep die dus gematcht is op de kennis of je kunt weten dat de controlegroep een borstprothese had, ja of nee. En dat het overeenkomstige risicofactoren zijn, los van de borstprothese zelf. Maar dat geen bias is geweest in de cases en de controles. Ja,
Ik blijf het toch een beetje vreemd vinden, moet ik zeggen. Want u vindt het volgens mij zelf ook een beetje vreemd. Want op pagina 47 gaat u een population attributable risk uitrekenen. En die population attributable risk, daar heb je een formule nodig. En die formule die gebruikt die odds ratio en die gebruikt de prevalentie. En nu gebruikt u in die formule de odds ratio die u krijgt uit hoofdstuk 3. Maar u gebruikt de prevalentie die u heeft gekregen in hoofdstuk 2. En dan denk ik van ja, maar als je dan zegt van ik vind die prevalentie onder die patiënten vind ik de goede prevalentie. Dan moet je ook die prevalentie gebruiken die je in die controlegroep hebt gebruikt. En dan kom je ook helemaal niet uit op een attributief risico van 100%. Dan kom je uit op een attributief risico van 74%. Dus u haalt de zaak al een beetje door elkaar, vind ik, bij die berekening. Ja, ik vind juist dat hoe we dat hebben aangepakt best wel uniek en leuk is. Omdat we hebben gekeken met hoeveel vrouwen in Nederland een borstprothese hadden in 2016. En vervolgens hebben we gekeken naar het verschil, de trend in verkoopcijfers, hoe dat van 1965 tot 2016 zou hebben moeten verschillen. Dus heb je alle persoonsjaren van vrouwen met borstprotheses onder de noemer onder de lijn uitgerekend en daartegenover het aantal vrouwen met ALCL met een borstprothese kunnen uitzetten. En dan hebben we als sensitiviteitsanalyse dat odds ratio van 400 gebruikt met het achtergrondrisico van ALCL in de borst in de reguliere populatie. En dan zie je dat relatief goed overeenkomt, maar die 11 vrouwen die ALCL in de borst kregen zonder een borstprothese, die kunnen ook verschillen. Hè? Dat hadden er ook, dat kunnen er in de toekomst, ook 15 of hadden er ook 8 kunnen zijn. En dan gaat je absolute risico, want dan hebben we het over het absolute risico, dat gaat wel anders uitpakken dan wanneer je die borstprothese X-Thorax-studie gebruikt, wat naar onze mening betrouwbaarder is. Dus het is een soort sensitiviteitsanalyse en die klopte. Maar die had ook makkelijk kunnen verschillen omdat dat risico dat achtergrondrisico in de reguliere populatie zo laag is en makkelijk had kunnen verschillen omdat het maar 11 casus waren. Oké, dank u wel. Ik snap helemaal uw gedachtenvorming hierbij. Ik weet niet helemaal of ik het ermee eens ben, maar misschien moeten we dat andere keer nog een keer bediscussiëren. Dank u wel voor uw antwoord. Ik geef graag het woord terug. Dank u wel. U heeft nog wat te bespreken later. Ja, het is jammer dat meneer Kiemenij, professor Kiemenij, hier niet aanwezig is. Want dan had hij tijdens de receptie even met mijn derde promotor dit kunnen overleggen. Die epidemioloog ook is. Dat gebeurt ongetwijfeld nog een keer. Dank je wel. De oppositie zal worden gecontinueerd door professor Elstra. Lid van de promotiecommissie en hoogleraar tumorgenoomanalyse aan Amsterdam UMC. Ook u, dank u wel om naar Maastricht te komen. Ja, namens de rector. Rector, en kracht van mijn recht wil ik graag natuurlijk van gedachten wisselen over het prachtige proefschrift. Ja, mevrouw de kandidaat, allereerst wil ik u natuurlijk al feliciteren met een ontzettend mooi proefschrift. Ik heb het met veel plezier gelezen, ik vond het ook zeer indrukwekkend. Vooral ook, en dat zien we ook in de oppositie, is een zeer uiteenlopende specialiteit op hetzelfde onderwerp uiteindelijk. Ik heb ook met veel plezier met u samengewerkt in Amsterdam, maar ook Erik van Dijk en Tjitske Los de Vries, die vandaag via de Zoom er toch ook bij kunnen zijn, gelukkig. Ja, en alles in een prachtig dik proefschrift van wel 11 hoofdstukken, daar wil ik ook nog heel even over hebben straks. Maar allereerst eventjes kijken naar hoofdstuk 9. En hoofdstuk 9, daar ga ik geen vragen over stellen, maar dan komen we tot de conclusie dat daar bepaalde chromosomale afwijkingen, die heeft u ook in het plaatje laten zien, dat die dus karakteristiek zijn voor dit BIA-ALCL, omdat het daarom een aparte ziekte is. Dan kijk ik naar hoofdstuk 7 en daar is diagnostische opwerking van BIA-ALCL wordt daar uitgelegd. En daar vind ik helemaal niks over deze karakteristieken terug. Kunt u dat uitleggen, hoe dat met elkaar werkt? Waarom zit dat er niet bij? Ja, dat is een heel hooggeleerde opponent. Hartelijk dank voor uw felicitaties. Hartstikke goede, terechte vraag. Tot stand komen van hoofdstuk 7 lag in de tijdslijn vroeger dan het tot stand komen van hoofdstuk 9. Dus dat is in die zin wel een klein beetje verklaring daarvoor. Heel klein beetje, want het ene is uitgekomen in 2018 of 2019 en het andere is gesubmit in februari 2019. Dus het kan toch niet zo zijn dat op het moment dat het gesubmit wordt, twee maanden daarvoor nog niks ervan wist. Nee, ja, dat klopt natuurlijk ook. Maar in het schrijven is daar natuurlijk zit wel een duidelijk enige vertraging in. Maar
In dat hoofdstuk beschrijven we wel dat het doen van genetisch onderzoek, hè, want als je naar ziektediagnostiek kijkt, moet je altijd eerst kijken naar de klinische context. En als je dan vervolgens aanvullend onderzoek gaat doen naar de morfologie van een tumor en ook naar de immunohistochemie en vervolgens naar genetische afwijkingen in die tumor. Dat beschrijven we wel in het hoofdstuk. Hè. We hebben het natuurlijk dan over T-cel gen rearrangement. Dat is natuurlijk een klein deel wel wat genetisch onderzoek is. Maar ik ben het met u eens dat dat aanvullend genetisch onderzoek wel heel belangrijk is als we het over deze ziekte hebben. Met name bij vrouwen die zich presenteren met syndroom, die zich in de kliniek presenteren met een syndroom, waarvan je er misschien niet goed kunt achterkomen of ze nou ALCL hebben, ja of nee. En dan kunnen we deze manier die we in hoofdstuk 9 hebben beschreven wel heel goed inzetten als een screenend middel om te kijken of je kopienummerveranderingen ziet. Want dat zagen we in hoofdstuk 9, 94% van de gevallen. En of je dan heel specifiek ook de verandering op chromosoom 20 ziet. Want dat is dan wel veel meer bewijzend dat het daadwerkelijk dus over ALCL gaat. Als we hoofdstuk 7, zoals dat ik onderbreek, als we hoofdstuk 7 zouden willen herschrijven of aanvullen, wat gaat er dan bij? Gaat er dan chromosoom 20 bij of chromosomale afwijkingen? Wat zouden jullie erbij doen? Eerst kijken of het nodig is om dat natuurlijk te doen. Hè? Of de klinische context, de immunohistochemie en de morfologie aangeeft dat het nog nodig is om aanvullend dat te doen. Want dat is natuurlijk altijd belangrijk als je kijkt naar aanvullend onderzoek, dan is er een indicatie om het te doen. En dan zou ik, dan is daarna kopienummerbepaling wel echt een belangrijke toevoeging. En dan gaat het natuurlijk met name over chromosoom 20. En want dat hebben we duidelijk gezien dat dat echt anders is. Een heel politiek correct antwoord. Gewoon allebei doen met veel woorden. Stelling 5 is net al een keertje voorgelezen. En daar wil ik toch wel even op verder op gaan. Want u zegt dat moet juist gepubliceerde en gepeer-reviewde wetenschappelijke stukken zijn in de plaats van de klachten van afzonderlijke vrouwen. Ja. Nou, daar ben ik het op zich mee eens, maar ik vind het toch wel lastig. Want voor hoofdstuk is het hoofdstuk 10 waar het gaat over die prevalentie van BRCA 1-2. Ik ben het gewoon niet eens met het stuk en dan ga ik uitleggen waarom niet. BRCA 1-2, de moleculaire pathway van BRCA 1-2 is heel erg goed uitgezocht bij borstkanker. Hoe zit het dan met die BRCA 1-2 moleculaire pathway bij dit soort type T-cellymfomen? Ja, dat is een heel goede vraag die u stelt. Het antwoord daar is op dat we niet precies weten wat het mechanisme is van BRCA bij ALCL. Hè. Dat hebben we. Daar gaat het natuurlijk het hoofdstuk ook niet over, maar dat hebben we ook niet kunnen vinden of kunnen bekijken. BRCA is natuurlijk een DNA-herstelgen, hè, maar bij vrouwen bij wie er een afwijking in zit, die hebben niet de goede functie van het gen en kunnen daardoor dus makkelijker kanker ontwikkelen. Ja. Wij hebben gekeken naar de kopienummerveranderingen bij vrouwen met BRCA in ons cohort, om te kijken of je dan ook in dat en ook naar de mutatieprofielen bij die vrouwen, nou waren dat er niet zoveel, waren maar 7. Maar we hebben gekeken of er nog een invloed van BRCA te vinden was. Dat je zou zien dat het DNA bijvoorbeeld meer gefragmenteerd, meer kapot is dan bij vrouwen die geen BRCA hebben. Dat hebben we niet kunnen herleiden uit de kopienummerprofielen. Nee. We hebben natuurlijk ook in de literatuur gekeken. Is er iets bekend over BRCA dat het misschien een immunologische invloed heeft op het een of ander? Dat is niet beschreven, tenminste voor spreken. Nou, daar wil ik dan toch even op ingaan. Er is een stuk bij Povich et al uit New York. Leukemia en lymfoma uit 2013. En daar hebben ze 286 DNA's bekeken van mensen met een germline mutatie van de Ashkenazi-Joden. En daar komen ze tot de conclusie. Germline BRCA mutations do not associate with hereditary link with lymphoma. Dus heeft u dat stuk dan simpel gemist? En klopt, en ook blijkbaar de peer reviewers van het stuk, wat ik hoor toch niet dat er een, ik zie niet iets anders behalve dit stuk, dat er een link zou zijn. Ja. Ik kan denk ik niet zeggen dat de resultaten in onze studie niet significant zijn in hoofdstuk 10, want die zijn dat wel. Maar er is natuurlijk bias, waardoor het kan zijn dat de resultaten meer of minder positief zijn uitgevallen. Dan ga ik je toch nog een keer onderbreken. Dus ik vind een stuk van 2013 waar ze heel duidelijk zeggen, nee, geen relatie met BRCA 1-2 mutaties in Ashkenazi-Joden in New York.
in relatie tot lymfoom. U zegt van wel. Oké, dus nu komen we terug bij stelling 5. De media moet zich richten op, baseren op gepubliceerde peer-review wetenschappelijke gegevens. Waar moeten we nu ons op richten? Als het ene stuk het een zegt, het andere stuk het ander zegt. Ja, dan is denk ik, wil ik toch vasthouden aan mijn eigen resultaat, omdat dat een nieuwere studie is. En we hebben apart gekeken naar iets wat wij een nieuwe bevinding vonden. En daar komt toch uit dat er mogelijk een relatie kan zijn. Ga ik weer onderbreken. U zegt een mogelijke relatie, maar ook in stelling 5 zegt hij, in plaats van op klachten van afzonderlijke vrouwen, om zo in de juiste context het nieuws te presenteren en onnodige onrust te voorkomen. Ja. Zitten we nu niet onrust te zaaien bij die Ashkenazi-Joden gemeenschap in New York? Nee, want we hebben in onze studie heel duidelijk gezegd dat de resultaten eerst nog gevalideerd moeten worden voordat je de verdere conclusies aan kunt verbinden. Dat hebben we ook in de persberichten, om maar even dan terug te komen op de onnodige klachten, hebben we dat ook duidelijk gecommuniceerd en het staat ook duidelijk in mijn artikel. En ik heb het duidelijk benoemd zo net. Maar je kunt bij die vrouwen dit wel in overweging meegeven. Nou is me even ontvallen wat ik wilde zeggen. Ik weet het even niet, sorry. Ik vind dat je het allemaal prachtig beantwoord hebt. Ik ben zeer tevreden en geef graag het woord terug aan de rector. Prachtig. Dank u wel. De oppositie zal worden voortgezet door professor van Engeland, hoogleraar pathobiologie van kanker en secretaris van deze promotiecommissie. Mevrouw de kandidaat, allereerst mijn complimenten voor dit prachtige multidisciplinaire proefschrift, ook voor uw begeleidingsteam. Maar ook mijn complimenten voor uw schoenen. Maar goed, ik wil het met u hebben over hoofdstuk 9. U hebt daar net met collega Eilsma al over gehad. De kenmerkende genoomverandering die u vindt is 20q-verlies. Om heel specifiek te zijn, 20q13. En u zegt letterlijk, dit is een kenmerk Dit laat zien dat dit een aparte entiteit is, deze ziekte. Is dat wel zo? Want u vindt het maar in 66% van de patiënten die u hebt bekeken. Ja. Betekent dat dat de resterende 34% dat een andere entiteit is? Nee, we hebben een zeer hooggeleerde opinie. Dank u wel voor de vraag. Nee, natuurlijk is dat niet zo. We hebben gevonden dat het hoog karakteristiek is voor ALCL, maar het ontbreken daarvan betekent natuurlijk nog niet dat vrouwen dan geen ALCL in de borst bij een borstprothese, oftewel via ALCL, kunnen hebben. Maar ik denk wel dat het zo'n duidelijke, significante bevinding, waarin we dat bij ook een heelzelfde stuk op dat chromosoom, dat we dat zagen bij echt 66% van die vrouwen, dat toch wel heel aanduidend is dat het een andere ziekte is dan die andere type ALCL die we hebben gezien en waarmee we het deels uit de literatuur, maar ook deels uit een eigen populatie hier in Nederland mee hebben vergeleken. Samen met die bevinding, maar ook met het odds ratio van 400 wat we hebben gevonden, is denk ik wel meer en meer duidelijk dat je de ziekte daadwerkelijk dan ook via ALCL mag noemen. Dus breast implant associated anaplastic large cell lymphoma. Ik denk dat je daar met de resultaten uit mijn proefschrift niet omheen kan. Dat ben ik met u eens, hè, als je het vergelijkt met de controlegroepen. Maar is die via ALCL, is dat één ziekte? Of zouden dat ook nog subgroepen kunnen zijn op basis van het moleculaire profiel? Ja. Wat vond u in die 34%? Was dat ook was daar één kenmerk karakteristiek voor deze 34%? We hebben ook afwijkingen gevonden, als ik me goed herinner, op chromosoom 18 en chromosoom 4. Die we ook in meerdere mate zagen bij via ALCL of bij ALCL de borstprothese die we niet bij andere groepen zagen. Wat we daarnaast ook hebben gezien is dat de klonaliteit, dus de veranderingen van die chromosomen, dat ook nog wel verschilt bij bepaalde types. Dus bijvoorbeeld syroom of een tumor gerelateerde ALCL. U beschrijft ook duidelijk, ik heb ook nog wat extra reviews erop nageslagen, dat er verschillende oorzaken kunnen zijn, hè? Verschillende chronische inflammatie, hebt u ook net genoemd, genetische predispositie, waar we het net ook over hebben gehad, zou een specifieke risicofactor
kunnen leiden tot een bepaald moleculair profiel. En zouden het dus toch subgroepen kunnen zijn in deze specifieke entiteit? Ja, dat kunnen we natuurlijk nog niet zeggen, maar we hebben daar wel een aantal aanwijzingen voor. Want we zien toch best wel een regionale clustering van dit lymfoom. Een groep in de kop van Noord-Holland, een groep in Twente en een groep ook wel in Limburg. En dan nog in de regio Noord-Brabant. Wat wel, wel duidelijk is, wat we zien. En we hebben natuurlijk gezien dat in de genetische analyse van het lymfoom zelf, dat er toch een immunologische respons lijkt te zijn, hè, met de activatie van het JAK-STAT pathway. Dus wat wij heel graag zouden willen doen in toekomstig onderzoek, is een groep van vrouwen met ALCL tegenover een controlegroep zetten met vrouwen die wel een borstprothese hebben en voor dezelfde indicaties, die aan elkaar crossen, dat ze op elkaar gematcht zijn. En dan kijken met een GWAS om te kijken of die vrouwen toch een bepaald risicoprofiel ja of nee hebben, waarmee je dan specifiek zou kijken naar die immunologische respons en dan kun je ook weer kijken naar BRCA, of je dat toch kunt ontdekken, omdat we daar wel wat aanwijzingen voor hebben met die regionale clustering. Maar goed, dat is wel een hypothese en het is niet bewezen. Ja, en om dat te kunnen doen heb je grote aantallen patiënten nodig. Ja. Hoe gaat die registry u helpen hierin? Sorry, wat zei je? Hoe gaat die registry die u hebt opgezet? Ja. Die registratie die gaat wel helpen om vrouwen te kunnen matchen, hè, de ALCL-gevallen te kunnen matchen met vrouwen met voor dezelfde indicatie een prothese, met dezelfde leeftijd een prothese en dezelfde periode een prothese gekregen. Dus daar zou je dan 4 of 5 controles uit kunnen halen. Die zou je ook nog wel kunnen halen uit losse ziekenhuizen van databases. En uiteindelijk is het denk ik ook om zo'n onderzoek, want dat zijn uiteindelijk toch nog maar 80 gevallen, hè, dat zijn er toch weinig, is het denk ik ook verstandig om de samenwerking over de grens te zoeken met andere onderzoeksgroepen, waarbij ook een aantal ALCL-gevallen bij voorkomen. Dank u wel. Ik geef het woord terug aan de prorector. Dank u wel. De oppositie zal worden voortgezet door dokter Heuts, associate professor chirurgie aan deze instelling. Dank u wel. Allereerst gefeliciteerd voor het mooie boekje. Ook onze commissie die hier zit, die samen met jou gewerkt hebben. En ik wil ook voor iedereen die hier zit, ik wil je echt complimenteren dat je als plastisch chirurg in wording zo'n ingewikkelde materie, en dat merkt iedereen in de zaal denk ik ook wel, want het zijn toch pittige vragen allemaal, dat je zo'n ingewikkelde materie omgezet hebt in een advies voor de dagelijkse praktijk. Dus daarvoor mijn complimenten. Nou, dan terug naar het boekje. Ik wil met u heel graag naar de dagelijkse praktijk. Ik zie ook regelmatig die borstkankerpatiënten en patiënten met een hoog risico. En er is al wat over gesproken, maar ik wil heel graag dat een van de paranymfen, en dan zou ik toch onze plastisch chirurg met wat ervaring al willen uitnodigen. Zou u hoofdstuk, of op pagina 147, dus de titel van hoofdstuk 10 willen voorlezen? En dan, wat zou nu.nl daar nou van maken? Die zien uw prachtige proefschrift en die zien hoofdstuk 10. Ja, dat is goed. Weet u welke ik bedoel? Ja, wat zouden ze daar nou van titel van maken? Dat komt op nu.nl. En dan ga ik dadelijk naar de patiënt toe die dat gelezen heeft. Of ik de titel kan voorlezen. Ja. Chapter 10. Increased prevalence of BRCA1-2 mutations in women with macro-textured breast implants and anaplastic large cell lymphoma of the breast. Ja, bij nu.nl maken ze daar natuurlijk iets heel populistisch van. Wat zouden ze daarvan maken? Vrouwen met genetische aanleg tot borstkanker hebben verhoogde kansen op lymfeklierkanker. Ja, ik denk ook dat zoiets op nu.nl zou komen. Dank u wel. Nou zie ik een patiënt, en ik heb er deze week natuurlijk een aantal gezien, een jonge patiënt, en die heeft een BRCA-genmutatie, en die heeft dat op nu.nl gelezen. En die zit voor me. En die zegt, ik ben nu zo bang. Ik denk dat ik vocht voel. Voel ik daar geen knobbeltje? Wat moet ik met die patiënt, denkt u? Als een vrouw met een borstprothese zich presenteert, en dank u wel, welgeleerde opponent, dan
dan is het altijd eerst goed om naar die vrouw te luisteren en om die klachten serieus te nemen en ook zelf om te kijken wat je met je klinische blik daarvan maakt. Of je het idee hebt dat die borst inderdaad opgezwollen is of dat er inderdaad een knoppetje te voelen is. En dan is het ook goed om daar diagnostiek naar in te zetten. Maar bij die vrouwen met een BRCA-afwijking moet je natuurlijk ook altijd nog wel denken aan een ander risico of een andere kankersoort waarop de kans veel groter is, namelijk borstkanker. En natuurlijk is de borst verwijderd, maar het kan toch voorkomen dat daar een tumor is. Dus het is ook belangrijk om dan niet alleen te kijken naar ALCL in de borst, maar ook te kijken of het niet iets anders kan zijn. En dan zo nodig, als je merkt dat er vocht rondom die prothese zit, of er is een tumor, dat aan te prikken en dat te laten onderzoeken wat daaruit komt. En dan is de a priori kans dat er iets uitkomt natuurlijk hartstikke klein, want of het nou 1 op 1500 is of 1 op 7000, dan is dat natuurlijk nog hartstikke klein. Er kunnen ook andere oorzaken zijn waarom een vrouw dat ervaart. Ze kan een trauma hebben gehad, er kan een ruptuur van de borstprothese zijn, er kan een infectie zijn. Dus dat moet je ook allemaal aan die vrouw vertellen, dat de kans dat het iets anders is veel groter is, maar dat we ernaar gaan kijken. Nou, hij zit bij mij aan, heeft een serum. Ik laat dat nakijken, de radioloog heeft erin geprikt en die heeft dat serum opgestuurd en daar komt niks bijzonders uit. Ja, dat kan natuurlijk goed, hè? Is het dan klaar? Het kan natuurlijk, je moet als je naar ALCL kijkt, proberen om zoveel mogelijk vocht te verwijderen, omdat die lymfoomcellen die drijven in dat vocht. En als je maar een klein beetje vocht opzuigt, kan het ook theoretisch natuurlijk zo zijn dat je die lymfoomcellen niet vindt. Dus het is belangrijk om zoveel mogelijk van dat vocht op te sturen, zowel voor pathologie, maar ook voor kweek, want het kan natuurlijk ook nog steeds die infectie zijn. Dus je moet ook kijken, zit er een bacterie in dat vocht? Als er dan niks uitkomt, dan kan het ook natuurlijk heel goed zo zijn dat het gewoon reactief vocht is. Dus dan heeft het de voorkeur, denk ik wel, om met de vrouw, om met die patiënten aan te geven, zullen we dit eerst eens even afwachten? Zullen we kijken hoe het gaat? Vanwege de tijd, dankjewel. Ik heb nog een vraag. Ja, vindt u dat ik patiënten met een BRCA-genmutatie en prothese, dat we die moeten gaan screenen op ALCL of niet? Mijn mening is dat we die vrouwen niet moeten screenen op ALCL, want je moet 1500 vrouwen screenen om er één te vinden. Als je helemaal mijn resultaten voor waar aanneemt natuurlijk. En dat zou niet kosteneffectief zijn en dat is ook met wat er qua behandelingsmethodes te doen is en hoe het te behandelen is, goed te behandelen. Maar het is wel heel belangrijk dat vrouwen wordt uitgelegd. En dat is natuurlijk tegenwoordig wel echt in informed consent opgenomen. Als we het hebben over borstprothese, de resultaten van mijn onderzoek worden wel echt aan vrouwen verteld. Ja, ik moet stoppen, denk ik, want anders heeft mijn collega geen tijd meer. Ik wil in ieder geval u hartelijk bedanken voor uw antwoorden. En ik denk dat u een heel goed teamplayer zou kunnen zijn in ons borstreconstructieteam. Dank u wel. De oppositie zal worden voortgezet door Dr. Van Paassen, associate professor internal medicine aan deze universiteit. Met het betoog. Ja, ik ben ook onder de indruk. Het is voor mij natuurlijk een betrekkelijk vreemd onderwerp. Ik herinner mij nog een congres in Dresden, jaren geleden, waar u aan de hand van mijn collega immunologie rondliep. En toen maakte ik me best wel een beetje zorgen over u. Maar ik moet zeggen, u heeft met allure mijn ongelijk bevestigd. Ik vond het ook heel mooi om het boek te lezen en de associatie te zien tussen uw Friese achtergrond en de excellente paardenman en de cytopathologische veranderingen in de cel, die ik eerlijk gezegd pas heel laat doorhad. Maar nu toch even terug naar wat me echt bezighoudt in het proefschrift. En dat heeft ook te maken met het andere deel van de problematiek die speelt rond borstimplantaten. En het is eigenlijk net ook wel een beetje aangestipt. Dat is van, hoe zit dat nou? Hè? Want we krijgen allemaal vragen vanuit Nederland en RIVM en iedereen moet zich ermee dat iedereen met elkaar moet proberen te begrijpen wie nu wel en wie nu niet eigenlijk een probleem heeft. En ik vind dat in uw proefschrift hier, bij heel veel leren van wat er daar gebeurt, wat er zou kunnen gebeuren. En ik vraag me af, en dat is ook een vraag aan u dus, is het bij een aantal patiënten die borstimplant disease hebben, is dat eigenlijk gewoon een voorstadium? Dat wil zeggen, is die inflammatoire respons met die JAK1, IL-6, TAT, pathway die u net ook even noemde, en die dan misschien oncogeen uiteindelijk wordt, is dat een voorstadium en moeten we dat toch serieuzer nemen en hoe gaan we dan daarmee aan de slag? U noemde net GWAS, maar zijn er nog andere ideeën die daarover heeft? Ja, het zou natuurlijk een interessante hypothese zijn om te denken dat vrouwen eerst een soort van infectiologische of immunologische reactie op de prothese krijgen.
waar ze op reageren. En dat een uiterste uiting daarvan het bia-ALCL zou zijn. Het zou kunnen, hè, dat het immuunsysteem wel geproond wordt op de prothese en dat er uiteindelijk dan ALCL ontstaat. Dat is een hypothese, dat is niet iets wat ik kan aantonen. Maar het lastige bij die klachten is, en dat is dus echt wel in tegenstelling tot het onderwerp wat ik heb bestudeerd, is dat die klachten die die vrouwen beschrijven ook heel veel voorkomen in de reguliere bevolking. In tegenstelling tot ALCL in de reguliere bevolking, dat komt helemaal niet veel voor. En dan is het heel moeilijk om aan te tonen dat er een verband is tussen de prothese bij die klachten. En u mag de vraag sneller beantwoorden. Dan is het dus heel moeilijk om aan te tonen dat die klachten die voorkomen daadwerkelijk geassocieerd zijn door de prothese, of dat die in dezelfde prevalentie voorkomen in de reguliere bevolking en daar dus niet mee te rijmen zijn. Nou, ik zie uit naar het gesprek dat wij hier zeker nog over gaan hebben. Dank u wel. Dank u wel. Geachte kandidaat, de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij. De promotiecommissie zal zich nu voor beraad terugtrekken. En ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en de uitslag van dit beraad in deze zaal af te wachten. Het is allemaal weg. Ja,
Hoi Daphne, ik weet niet of ze me kan zien. We waren net ingelicht of geïnstalleerd om te gaan zitten naar haar lekenpraatje, maar je was niet op omkleden, dus ik dacht, kan ik gaan eruit zitten, maar bleef maar gewoon staan. Dat was bedankt voor jullie stem. Ja, nee, ja, je bent natuurlijk ook gewend in het staan. Ja, super leuk. Ja. En we gaan Hij gaat nog wat sneuvelen. Mensje de Boer, de commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dat proefschrift heeft verdedigd. Op grond van haar positief oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar professor Van der Hulst is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. There is one button. Hij staat aan. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan? Eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk. Dat beloof ik. Ja, dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u, Mintje de Boer, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. En ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul
door rector, secretaris en overgeleden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Mintje, aan mij de grote eer om je te bedanken en te complimenteren met een laudatio, een lofzang. Ik doe meestal mijn verhalen uit mijn hoofd, maar deze heb ik opgeschreven. Deze lofzang mag ik houden namens René van der Hulst, Daphne de Jong, Floor van Leeuwen, Jan-Paul de Boer, maar ook namens Nathalie Heimering, Lucie Overbeek, Michael Houtman, Bauke Elstra en alle co-auteurs. Plastisch chirurgen en ik denk ook namens patiënten en alle toezichthouders op de wereld. We gaan even terug naar oktober 2015. Het is Lustrumcongres NVPC in een zaal aan de Maas in Maastricht. Er was in Nederland enige awareness voor een borstprothese gerelateerde aandoening. En er was een verhaal gehouden over twee casus vanuit de groep van Marleen Meesters. En eerder hadden we verhalen gehoord uit Amsterdam. Over BIA-ALCL. Van de twee patiënten in Sittard was er één overleden. De zaal werd stil. Het greep iedereen zichtbaar aan. De kansberekening van destijds kwamen van Daphne en Floor en waren op 1 op 300.000 ingeschat. En de PRS had het over 1 op de miljoen. Dat is over peer-reviewed het hoogste blaadje wat we hebben bij de plastische chirurgen. Nederland heeft 8,7 miljoen vrouwen en we hadden geen idee hoeveel vrouwen implantaten hadden. Letterlijk, we hadden geen idee. Ik was sessievoorzitter en vanaf het podium vroeg ik aan de zaal met 200 plastisch chirurgen hoeveel collega's een casus hadden gezien in hun praktijk of meegemaakt met vrouwen met BIA-ALCL. Ongeveer 30 handen gingen omhoog. Een onheilspellend gevoel bekroop ons. Missen we vrouwen? Hebben we alle vrouwen een implantaat of is er iets met de kansberekening aan de hand? Wat volgde was een enquête die we met Patricia Liem en René maakten met vragen over de achtergrond, de behandeling en de resultaten van BIA-ALCL. Deze enquête hebben we aan de NVPC-leden gestuurd en er bleken rond de 25 unieke gevallen te worden gerapporteerd. René en ik hebben samen vervolgens plannen gemaakt, zoals we dat wel vaker deden. En we concludeerden dat dit een promotietraject moest worden. We moesten hiermee aan de slag. Vanuit Plastisch Chirurgisch Nederland. We hadden dus een verhaal, maar we hadden geen funding, we hadden geen mensen. En we misten ook duidelijke expertise. En we wilden een student of een promovendus die de kar kon trekken vanuit het startpunt van de enquête. Nou, René had nog wel twee studenten die veelbelovend waren. Dat waren M&M, Mintje en Maartje. Nou, Maartje is inmiddels bijna gepromoveerd op een ander onderzoek, maar op het kantoor van de NVPC maakten wij kennis. En ja, gelukkig ging jij het doen. Je was co-assistent, je was super junior. Vanaf het begin blonk je uit, je durfde mee groot te denken en je ging voortvarend aan de slag met de enquête als start en kwam al snel op het excellente werk van Daphne en Floor uit. Terecht. Samen hebben we hen benaderd. En dit was de basis voor een hele bijzondere samenwerking. We bedachten met hen de naam van het Nederlands Consortium voor BIA-ALCL-vraagstokken. En we riepen ook heel hard dat we multidisciplinair waren. We waren niet alleen multidisciplinair, maar we waren de academie met de periferie. We waren de patholoog met de epidemioloog en de database-expert met een plastisch chirurg. Uit het MIMC, VUMC, het NKIAVL, het MST, ZGT, dus op het oog totaal geen logica. Door Daphne en Floor is ons team verder samengesteld en zijn onze netwerken verbonden volgens ons heilige principe achteraf. 1 in 1 is altijd meer dan 2. En daar begon ook de uitdaging voor jou, want zet maar eens een patholoog, een epidemioloog en een palge-expert met een plastisch chirurg bij elkaar als student geneeskunde. En dan gaan ze nog praten over iets waar je eigenlijk niet lekker in zit.
plastische chirurgie, laat staan pathologie, kleuringen, celtype en epidemiologie. En hoe kom je vervolgens van een brainstorm naar een plan en een resultaat? Jij deed het indrukwekkend goed. En je hebt je hier ook verder vervolgens ontzettend goed in ontwikkeld. Vanaf het begin was jij de lijnverbinding met de kracht van 1-seconde-lijm tussen de teamleden. Je brengt dynamiek door voorbereiding tot in de puntjes. De bijeenkomst in Utrecht kreeg een eigen format, strak en doelgericht. Thuis eten kwam met de brommer op het NVPC-kantoor. En de agenda bereiden we tot in de puntjes voor. En zo zetten we projecten uit van achterkant van een bierveldje tot de mooie werkelijkheid van vandaag. Een andere belangrijke kracht van je is dat je zeer goed communicatief bent. We hebben het vandaag ook in de achterkamertjes gememoreerd. Nou, op zich zagen we die als team wel aankomen, want een Friesin in Maastricht, ja, dat vraagt wat van je om ook op de communicatie goed te zijn. En ook je prachtige lange dankwoord van je proefschrift getuigt van een sociaal karakter. Deze skill heb je goed kunnen gebruiken om te praten en ook te dealen met de tukkers voor het thoraxproject, waarmee we als enige in de wereld in Nederland weten hoeveel vrouwen überhaupt een implantaat hebben. Maar ook door uiteindelijk met hardcore basic science experts van de groepen van Bouke in Amsterdam van plan naar uitkomst te gaan met je genetische studie. Je verdiepte je in hun wereld, je leerde dingen die niks met je vak te maken hadden en ook vandaag gememoreerd. Je presteert het om inhoudelijk echt goede discussies met deze te hebben en het ook op te schrijven. Ons project bracht ook maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee. Dit hebben we als team dan ook echt gevoeld en beleefd. We hebben vanaf het begin gezien en begrepen dat wij in Nederland een unieke situatie hadden ten opzichte van het buitenland. We hebben Palga, we hebben de DBIR, we hebben een strak netwerk van plastische chirurgen, pathologen en onszelf als team. We gingen daarom 2 keer per jaar naar de IGJ en werkten aan duidelijke patiënten- en chirurgeninformatie. Je tomeloze inzet hiervoor gaf dat we altijd weer een duidelijk verhaal hadden. Ook met name gaf dit richting aan de maatschappelijke debatten die ten tijde van de Allergan-crisis hoogtij vierden. Iedereen zocht informatie om het beleid op te maken. Je bent ongelooflijk productief geweest. Dit terwijl door gebrek aan funding voor dit belangrijke onderzoek grote delen moesten gebeuren naast je werk als co-assistent of als anios plastische chirurgie, ook bepaald geen part-time opdracht. Niet alleen de aantallen artikelen, 15 tot nu toe, waarvoor een normaal proefschrift, voor de mensen die dat niet weten, met 5 kom je er ook wel. Jij nam daar duidelijk geen genoegen mee. Je wilde daar meer en het verhaal moest compleet zijn. Maar ook de impact van je artikelen zijn enorm geweest. We publiceerden niet in de Donald Duck, maar echt in serieuze bladen. Ver boven het niveau wat we in Nederland gewend zijn en verwachten van de plastische chirurgen. Dit is ook een hele grote veer op de hoed van Daphne en Floor, die, net zoals jij, alleen genoegen nemen met het allerhoogste en het allerbeste. We leerden wat onder embargo zijn betekent als een artikel geaccepteerd is en uit gaat komen. We hebben belangrijke papers achter de schermen met persberichten voorbereid om de media met duidelijke verhalen te begeleiden en de 230.000 vrouwen met implantaten van de juiste informatie te voorzien. De data, berekeningen en publicaties die we hadden gaven de IGJ, de RIVM, maar ook in het buitenland, de FDA en de Franse overheid en de Engelse en vele andere indrukwekkende instanties de kracht om soms de mediadruk te weerstaan en met medisch onderbouwde argumenten beleid te bouwen en ook ondersteund door Floors om weerlegbare, heldere argumenten en uitleg van de epidemiologische vraagstukken. Een andere manier van maatschappelijke verantwoordelijkheid afleggen deed je in de vorm van informatie verstrekken. We stelden ons voor dat je als vrouw duidelijkheid wil hebben. Het algoritme wat je hebt uitgewerkt voor plastisch chirurgen met erin antwoord op de vragen: hoe herken ik het eigenlijk? Wat moet ik ermee doen? Gaf iets terug aan de plastisch chirurg en daarmee kwam het verhaal helderder ook in de spreekkamers terecht van Nederland. Plastisch chirurgen vonden daarnaast via jou een lijn voor overleg van casus met de Nederlandse experts. En ook dat gaf de plastisch chirurg in Nederland een hoop controle. De informatiefilmpjes voor patiënten gaven rust voor patiënten omdat ze nu iets terug konden vinden over deze aandoening na of voordat ze borstimplantaten namen. En mijn mening zijn dit ook elementen waarom het soms wat solistisch plastisch Nederland ons dit project en ook de successen gunde.
Verder ben je op het top vrouw en vrouwelijk. Je schoenen zijn al een paar keer gememoreerd vandaag. En zeer terecht, als ik ze vrij mag zijn. Je bent ongelooflijk fanatiek en een perfectionistische workaholic. Het is werkelijk prachtig te zien, althans, dan moet ik zeggen, dat moet ik het erg bij mijzelf houden. Zo heb ik het altijd een beetje gezien, dat je met name met Floor en Daphne een soort girl power genereert. Je ambitieuze houding in combinatie met je geslacht is iets wat jullie duidelijk verbindt. Toppers herkennen toppers. En ik denk dat dit iets is waar we in Nederland nog misschien wat meer bij stil kunnen staan. Hoe er meer vrouwen door kunnen groeien naar de top. Jij staat aan de top. Omdat je al een hele vroege start hebt gemaakt met het topteam wat elkaar door het BALCL heeft ontmoet. En ik verwacht daarom nog veel van je. Rest mij naast Floor en Daphne ook Maastricht in dit forum te bedanken en te feliciteren. Dankzij Maastricht hadden we jou, mensje. Van student naar plastisch chirurg en opleiding. Het is mijn persoonlijke belang dat de goede mensen in ons vak verder komen. Ik ben dan ook trots je mijn collega te noemen en verwacht ook op dit vlak veel moois van je te gaan zien. Ten slotte, Florence heeft ons veel geleerd over toeval versus causale verbanden. Je proefschrift wordt gesierd door de hoefijzers die in mijn beleving je verleden met het heden verbinden. Een hoefijzer staat ook voor geluk. Ik denk alleen dat het feit dat jij hier staat, te midden van vrienden, familie, plastisch chirurg over heel de wereld, patiënten, hoogleraren en mensen die aan het begin van dit traject wellicht als indrukwekkend had ervaren, helemaal niks met geluk te maken heeft. Mensen, je bent de topper. Gefeliciteerd. Dank u wel. Dr. De Boer, ook namens de universiteit en iedereen hier aanwezig, van harte gefeliciteerd met het proefschrift. Ik vond het zelf ook mooi om te lezen. Ik heb een hoop geleerd. Ik heb ook geleerd dat plastisch chirurgen ontzettend aardig tegen elkaar zijn met een lang dankwoord in het proefschrift en een lange laudatio. Dus denk ik de langste laudatio die ik in de afgelopen jaren gehoord heb. Jullie zijn heel vriendelijk tegen elkaar. Prima. Rest mij nog om de aanwezigen van de commissie, die zeker van buiten Maastricht gekomen zijn, te bedanken voor hun aanwezigheid. En iedereen gefeliciteerd. En daarmee sluit ik deze promotie af. Ik verzoek in verband met de coronamaatregelen om alle mensen in de zaal te verlaten aan